Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering 5 hier in Oostenrijk. Heb je aflevering 4 in Canada gemist, dan zou ik die eerst even terugkijken voordat je dit kunt zien. Dat kan rechtsboven dit i'tje, klik erop en dan zie je de aflevering schijnen. En ben je nieuw op mijn kanaal en meer wekelijkse afleveringen van F1 2020 My Team Career Mode zien? Druk dan op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op alles aan, zodat je geen enkele video meer van me missen. Zoals je al net had kunnen zien, waren we tweede geworden. Een super grote prijs. En we hebben gewoon extra money binnengekregen. Dankzij de wekelijkse inkomen. Dus we hebben wat geld om te spenderen aan de faciliteiten. De R&D-punten zijn wat aan de lage kant. Maar dat kunnen we dit weekend, deze race, eigenlijk gewoon weer opbouwen. Dus ja. Laten we dan lekker doorgaan naar de kwalificatie voor de grote prijs van Oostenrijk. Ik verwacht toch daar wel een goede kwalificatie neer te zetten. Maar een P2 wordt hem sowieso niet. Ik ga ervan uit van een P8. Daar gaan we dan voor de kwalificatie in Oostenrijk. Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij de kwalificatie in Q1. Een kort rondje is het eigenlijk op een kort circuit. Want de tijden gaan hier meestal richting de 1 minuut zoveel. Ik verwacht hier een 1 minuut, ja wat is het, 6-7 neer te zetten, denk ik. Paars in sector 1, goed om te zien. We hebben volgens mij Louis de Letras voor ons. Hier weer een klein beetje te wijd. En dan wordt het op start finish. Een 1-5-6. Dat is genoeg voor Q2. En we gaan het gewoon op de softbanden proberen. Want ik verwacht hier niet. Stel wij gaan naar de mediums. Dan gaan wij denk ik niet door naar Q3. Dus we moeten dus op deze banden. Ja. Onze snelste ronde in Q2 gaan laten noteren. Helaas. Weer paars in sector 1. Dat is uitstekend. Aanbeland bij start-finish. Klein beetje te wijd. En het is een P3 op 3/10 van Bottas. Maar het is niet genoeg voor Q3. Ja, eigenlijk om daar te komen. Dus we moeten er nog een keer voor gaan zitten. Weer paars in sector 1. En dan is het zometeen kijken waar we dadelijk staan bij de vlag. Of die misschien vallen. Of die misschien valt. Ja, dat is het goede woord. 2/10, 3/10 omhoog zie ik. Middels P7. Ik weet ook niet waarom dat in één keer aan het versprongen is. Klein beetje te wijd. Komt door mijn rembalans die niet goed staat. Maar ik weet allemaal niet hoe die dingen werken. Dus ik ga gewoon van de game setup. En het is een P3 op 4/10 van Lewis Hamilton. Dat is dus genoeg voor Q3. DRS hier geopend en we gaan dus kijken wat deze ronde gaat opleveren. Onze eerste run in Q3. Weer te wijd. Momentje overstuur. Maar de auto, ja, redden wij gewoon heel mooi. Weer paars in sector 1. En ik neem deze bocht wat te laat. Weer een momentje dat we doorschieten, wat onze tijd gaat verpesten. Track limits waarschuwing ook nog. DRS gewoon bordje gewoon meegenomen. En dan weet ik ook niet wat ik daar deed, want ik bleef gewoon op het gas rijden. Ik zag het volgens mij niet. En dit wordt onze laatste run in Q3. Ik heb wel iemand achter mij zitten. Volgens mij is dat een Renault van Daniel Ricciardo of van Esteban Ocon. Ik kan het zo even niet zien. Q3 zit er alweer bijna op. Nog een paar seconden op de klok. En we winnen hier gewoon heel veel tijd in bocht 1. Omdat wij die nu wel goed nemen. Hoeveel duizendste winnen wij? Ja, 18.000ste. En dat is paars in sector 1. Snelst van allemaal, dus we zitten er goed bij. Groen in sector 2. De vlag hangt uit. Track limit waarschuwing. We verliezen de auto weer bijna. En dat brengt ons op een P7.
Interessante startpositie. Bottas pakt pole, Verstappen naar P2, Charles Leclerc naar P3 en ontzettend dus naar P7 op 18e. We zitten er lekker bij. Mooi. Nou, we gaan het gewoon lekker zien voor de grote prijs van Oostenrijk voor Career aflevering 5. Welcome to the beautiful Styrian Mountains for another chapter in the story of the Austrian Grand Prix. It's one of the shortest laps on the calendar today then, with 7 rights and just 3 lefts, making up the 10 corners of this high-speed circuit. Turn 2 is barely a corner at all. They'll be flat out through there, a left-hand kink into the uphill braking zone of turn 3. Turns 1, 3 and 4 are all potential opportunities to overtake. And I'm joined once again by Anthony Davidson to bring you the lowdown for today's race. Let's talk about the rookie. That was a great podium in the last race. So can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, and it's Charles Leclerc in P2. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Perez, Sebastian Vettel, the rookie, Stroll, Sainz, Norris, and Pierre Gasly. Bottas, they've taken a grid penalty. Albon, Daniel Ricciardo, and Ocon, Magnussen, Raikkonen, Romain Grosjean and George Russell, Kvyat, Giovinazzi, Latifi and Louis Delatraz. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track. Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij de auto. Soft, soft, medium, dat is dus de strategie, maar die kan nog worden aangepast. We nemen extra fuel mee in de auto om hard te kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen, denk ik, voor de grote prijs van Oostenrijk. Career aflevering 5. De lampen zijn dus aan voor de grote race van Oostenrijk. We starten vanaf P6. En we zijn onderweg. En we hebben een hele goede start. Maar Perez knijpt daar ons al af. Wij vinden daar toch een gaatje. En remmen hier veel te laat. Maar P4 is dus veroverd. Want Hamilton kan terugkomen. Hetzelfde gaat ook voor Sebastian Vettel. Die kan ook terugkomen. We hebben een waarschuwing met hem. En we knijpen hem hier af. Hamilton is hier ook gezien, want we remmen wat later dan de Brit. Hem hier laten staan. En P3 is van ons heel mooi gedaan. P3 dus. Okay, that's a good start. Keep it up. Een goede start. Ja, blijf zo doorgaan, zegt Jeff. Ronde nummer 3 inmiddels. En we zitten achter Charles Leclerc. Lewis Hamilton heeft een gat van 17e. Perez heeft inmiddels Sebastian Vettel veroverd. Dat gat is nu 3,3 seconden. En we verliezen hier gewoon tijd. En dat betekent dat Lewis Hamilton hier denk ik een aanval kan wagen voor P3. Dat doet hij ook. Wij blokkeren die binnenkant. Dus hij kan er niet langs. Max Verstappen is ronde nummer 4 ingegaan. Wij gaan dus nu ook ronde nummer 4 in. Blijf pushen, zegt Jeff, want je verliest een paar tienden. Bij de auto voor je. Dat is Charles Leclerc. En we zien hem ook gewoon wegrijden. Misschien hebben we nog DRS van hem. Het is 19e. Ik denk het niet. Nee, we hebben geen DRS van de Monegask. Dat is jammer. Dus hij kan ons niet op sleeptouw nemen. You have P3. P3. Leclerc is ahead of you. Less than a second separate you. They're on old softs. Hamilton behind. The gap is less than a second. They're on old softs. The gap to the leader is 3.0 seconds. Pit window opens in 5 laps time. 5 laps, 33. Ja, ik liet Jeff even uitpraten. Terwijl Lewis Hamilton daar gewoon een aanval deed. We hadden een momentje overstuur op die curbstones. En ja, verdedigen was zinloos. Ronde nummer 25, paars in sector 1. Hamilton verdedigt die binnenkant. Wij kijken naar de buitenkant. En dat lukt inderdaad goed gedaan. Maar daardoor is het gat naar Charles Leclerc 1,7 seconden geworden. En heeft Verstappen gewoon 4,3 seconden voorsprong op ons. Dat is heel erg groot.
En Lewis Hamilton zit maar 2/10 achter ons. Hij is trouwens niet bij de grote prijs van Sakhir. Is hij er niet bij trouwens? Hij heeft corona. Dus hij moet in quarantaine. Ik ben benieuwd hoe ze dat aan gaan pakken in real life. Fuel is at target plus 3. Let's get into mix 3 ASAP. Ja, laten we naar die mix 3 gaan zo snel mogelijk. Terwijl Hamilton naar de buitenkant kijkt voor een aanval. Maar dat lukt niet. Hij moet nog even wachten. Maar dankzij dit gevecht is Charles Leclerc weggereden van ons. Dat gat is 2,8 seconden. Ja, dat bevestigt Jeff dus nu ook. 2,8 seconden en Valtteri Bottas zit niet te ver weg van Lewis Hamilton. 1,6 seconden. Hamilton kan hier nog niet aanvallen. Zit net iets te ver weg. We verliezen 3/10 in sector 1. Dat is pijnlijk. Dan kan hier Hamilton weer naar ons toe rijden. Kijkt weer naar die buitenkant. We remmen net wat later. En dan moet het gewoon overnieuw gaan beginnen. Intussen is Valtteri Bottas. Ja, dat gat aan het verkleinen. 16e is het inmiddels naar mijzelf. En we bereiken de pitwindow en gaan dus naar de medium band, zegt Jeff. Interessant. Ronde nummer 7. Het is nog vroeg in de wedstrijd. De wedstrijd is ook gewoon een lange wedstrijd. 36 ronden. Dan kan hier Lewis Hamilton weer opnieuw een aanval wagen, denk ik. Daar zit ook Valtteri Bottas aan die binnenkant. En dat is een touché met de beide Mercedesen. Valtteri Bottas is gespind. Lewis Hamilton hebben wij niet geraakt. Maar Bottas dus gespind. Oké, clear. Staat daar ook stil, maar is weer op gang gekomen. Terwijl wij ronde nummer 8 ingaan eigenlijk. En Lewis Hamilton kijkt hier denk ik weer naar de buitenkant, denk ik. Hij zit net iets te ver weg. Zonder slipstream verliezen wij gewoon 4/10 in sector 1. Het gat naar Verstappen is 7,8 seconden, inmiddels 8,5 seconden. En Hamilton kijkt hier naar die binnenkant. En wij maken ons breed. Maar Hamilton vond daar toch een gat. Dat is een touché met de Brit, want wij laten daar geen ruimte over. De bocht was voor mij, niet voor Lewis. Terwijl de pitwindow open is, maar we gaan er hier ruig aan toe met Mercedes. Schiet hij wel een klein beetje door. Dat kost denk ik onze exit, terwijl Gert-Jan online is. Daar kijkt Hamilton naar die buitenkant. Blijft alleen maar bij kijken, hij kan niet aanvallen. Interessant. Ronde nummer 9. Ronde nummer 10 inmiddels. En we hebben het gewoon lastig bij deze sector. Want Hamilton kan hier kijken naar een aanval. Onze auto is gewoon gebouwd voor rechte stukken. Oh, sorry Lewis. Lewis Hamilton. Raken wij. En het is gewoon feest bij ons met Mercedes. Dat was compleet mijn fout. Excusez Lewis, dat was niet mijn bedoeling dat dat gebeurde. Terwijl we de pitwindow gewoon, de pitstraat bereiken wij dus nu. Maar Bottas en Hamilton hebben het dus met mij aan de stok. De beide Mercedesen, sorry Toto. En we moeten ook een nieuwe voorvleugel halen. Wanneer is die dan beschadigd geraakt? Want ik weet dus niet wanneer ik hem heb opgelopen. Interessant. Ronde nummer 11 dus naar binnen voor de mediumband. Hamilton is naar de harde band gegaan. Die gaat lang doorrijden. Voor ons rijdt dus nu Louis Deletras. Op 3,2 seconden. Hij rijdt op de softbanden. Daarvoor rijdt Nicola Latifi en daarvoor rijdt dus Antonio Giovinazzi. Daar hebben we dan Louis Deletras. Paars in sector 1. Louis verdedigt die binnenkant in één keer heel laat. Geen idee waarom dat nodig is. Hij wil zich denk ik even bewijzen bij zijn teambaas, maar ik denk niet dat dat goed is. We moeten volgens mij nog contractonderhandelingen doen met hem, weet ik niet zeker.
Het kan zijn dat hij al een contract heeft getekend voor het einde van dit seizoen. Maar dat moeten we nog even kijken. Latifi is de volgende en is hier denk ik al lang gezien. Verdedigt die binnenkant, dat is nutteloos. De Letras duikt naar binnen. Hetzelfde gaat voor George Russell. En Kevin Magnussen duikt niet naar binnen, maar die rijdt nog gewoon voor ons. Ronde nummer 14. You have P13. P13, Magnussen ahead. The gap to the car ahead is 1.9 seconds. They're on old softs. Latifi is behind you. They're on old softs. The distance to the leader is 32.6 seconds. Your pit window opens in... In 800 tijd opent onze pit window. Het is ronde nummer 14 inmiddels. Magnussen, Norris. Die duiken naar binnen voor hun pitstop. Het is inmiddels ronde nummer 15. Nog een paar ronden tijd en dan zitten we op de helft van de grote prijs. Dus het schiet al lekker op. Rood in sector 1, 16e langzamer. En voor ons rijdt Valtteri Bottas. Op de softbanden. Dus die moet nog een keer naar binnen. En we hebben weer onze voorvleugel beschadigd, zie ik. Maar ik ga gewoon instellen dat we dat niet gaan vervangen. Bottas naar binnen, Kvyat naar binnen. Ricciardo naar binnen, Sainz naar binnen, Stroll naar binnen. Heel veel jongens duiken naar binnen. Jezus, duiken naar binnen. Dat is dus de zin. Ik wil zeggen, maar er kwam wat lucht uit mijn mond. Excusee. Waar waren we? Perez, het gat is 1,4 seconden. Dat kunnen we dichtrijden. Kijk, we zitten er gewoon eigenlijk bovenop. Want daarvoor rijdt dus Alexander Albon. En daarvoor rijdt volgens mij Esteban Ocon of Daniel Ricciardo. Lance Stroll gaat hier een aanval wagen voor P6 in de wedstrijd. Maar hij kan er niet voorbij omdat we de auto breed maken. Albon en Ocon is dat? Is dat Ocon? Ja, Ocon die duiken naar binnen voor hun pitstop. En wij zijn dus naar P4. We moeten dus nu even Checo Perez inhalen. En dan zijn we gewoon weer terug op P3 in de wedstrijd. En misschien kunnen we ja, dat dan vasthouden. Maar ik ben er bang voor, want de aantal jongens voor mij... Sorry, een kerel voor mij, Perez, terwijl we hier gewoon even diep inremmen bij de Mexicaan, heeft zijn banden een paar honden nieuwer. Hetzelfde geldt ook voor Lance Stroll en die zijn vooral snel in sector 2. Daar verliezen we enorm veel tijd. Dus we moeten, ja, tijd gaan vinden in sector 2, want in sector 1 en 3 zitten we gewoon goed. We schieten hier een klein beetje door. En Perez kijkt daar naar die binnenkant. Wij deden een beweging naar rechts om ja, te zeggen, je komt er niet zomaar voorbij, vriend. En dan kunnen we hier gewoon weer terug aanvallen in de DRS-zone. Kijken we naar de buitenkant. En dan rijden we wat naar rechts. Dan rijden we wat richting zijn lijn toe. En P3 is dus weer mooi van ons veroverd. Maar dan kan Perez denk ik zo meteen weer terug aanvallen bij dat gedeelte, bij die bochten. Want daar zijn wij gewoon slecht op de tractie. Dus we moeten daar gewoon nog wat tijd zien te vinden voor de resterende races van het seizoen. We zitten nu na deze grote prijs zitten op de helft van seizoen 1. Dan volgens mij Engeland, Francorchamps, Italië. En nog een paar andere grote prijzen, denk ik, uit mijn hoofd, weet ik niet zeker. Terwijl Perez hier terug kan aanvallen. Nee. Hij zit wel te kijken. De bocht wat te scherp genomen. De exit is daarbij, ja, verneukt. En Perez kijkt daar naar die buitenkant, maar daar is geen ruimte voor de Mexicaan. Track limits waarschuwing aan onze broek gekregen, maar dat boeit ons helemaal niks. Lance Stroll kan hier ook mee van profiteren. Perez kijkt, maar valt niet aan. Ronde nummer 19 inmiddels. Het schiet al lekker op. We zijn dus officieel over de helft. En daar kan Perez dan de ronde nummer later dan wel aanvallen. Kijkt naar die binnenkant en heeft die plek veroverd. Wij moeten hem laten gaan. Klein beetje te wijd en Jeff zegt, ja, probeer bij hem te blijven. Misschien kan hij een fout maken en dan kunnen we ervan profiteren. De banden zien er nog goed uit, alhoewel ik voel wel de bandenslijtage voel ik gewoon op de, ja, controller. Sorry, ik speel met de controller. Maak me maar belachelijk. Dat boeit me helemaal niet. En Perez is hier denk ik gezien, verdedigt wel die binnenkant in één keer. En we moeten wat op het gras
Maar die positie is weer veroverd. En we gooien onze overtakeknop aan. En Perez heeft al een gat naar ons van 2/10. Mooi. En we duiken eigenlijk na deze ronde naar binnen. Het is daar in één keer geel. Daar is iemand uitgevallen. Wie is dat? Dat is Lance Stroll. Stroll uitgevallen in de Grote Prijs van Oostenrijk. Jammer voor de roze Mercedes. Voordeel voor ons. We hebben een concurrent minder. We duiken dus na deze ronde de pitstraat in. Denk ik. Want het kan ook zomaar zijn dat we de race misschien hierop kunnen uitrijden. En dan misschien een podium kunnen pakken. Maar de bandenslijtage gaat hier best wel hard. Dus we moeten vooral opletten wat de auto doet. Ja, geen problemen met de tire wear voor nu. Blijf op ze passen, zegt Jeff. Oh ja, ik zat toch te twijfelen om naar binnen te gaan en ik heb het toch besloten. Want ik vertrouw de banden gewoon niet. Dadelijk zijn ze aan het einde van de rit helemaal kapot. En dat wil ik niet, dus we duiken voor de zekerheid. De pitstraat nog vlug in voor een tweede set mediums. Een goede pitstop. We komen achter Valtteri Bottas weer terecht. Waar we ook achter onze eerste stint terecht kwamen. En vlak voor Esteban Ocon weer de baan op. Mooi getimed. P11, net buiten de punten. Maar het moet gewoon goed komen, denk ik. Daar zien we Bottas dan ook gewoon rijden. Achter Lewis Hamilton. En die kennen wij wel. Daar duiken we dan voor een gat wat er is. Bottas laat hem niet staan en P10 is veroverd. Dan kunnen we zometeen ook naar Lewis Hamilton toe rijden. Hier nog niet. Hij zit net iets te ver weg. Ronde nummer 24 inmiddels. Nog 12 ronden te gaan. Bottas kan hier gewoon kijken hoor, want we hebben het hier gewoon heel erg lastig. Dat betekent dat hij misschien hier een aanval kan wagen? Vraagteken. Nee. P10, 1 punt, maar ja, daar kopen we helemaal niks voor. DRS hier dan beschikbaar gesteld. Maar we hebben gewoon een ronde nieuwere banden eigenlijk op onze auto's. Sorry, op mijn auto liggen dan de auto's voor mij. Ja, ik weet niet wanneer hun naar binnen zijn geweest. In ieder geval, Lewis Hamilton is hier de volgende. Dan gooien we een aanval. Hamilton doet nog wel een beweging naar rechts. En we moeten een beetje op de rem trappen, anders raken we Alexander Albon. Die heeft hier een hele slechte exit. En P8 is veroverd. Kunnen we ook naar Daniel Ricciardo toerijden. Aan de binnenkant een late manoeuvre. En P7 is van ons binnen een paar meters tijd. Hamilton, Albon en Ricciardo veroverd. Ronde nummer 26 en Pierre Gasly is de volgende. We duiken naar de binnenkant en we zijn er gewoon eenvoudig voorbij. Alhoewel, Gasly geeft nog wat... Ja, die laat zichzelf nog wat zien, maar hij moet opgeven. Dan heet de volgende Lando Norris. Daar hebben we dan Lando Norris in ronde nummer 28. En we remmen er weer diep naartoe. En P5 is van ons. De volgende heet Sebastian Vettel. Maar ik denk niet dat we die nog kunnen passeren. Het gat is 7,2 seconden. Inmiddels 7,1. Max Verstappen wint de wedstrijd. We komen net tekort op Sebastian Vettel. En Perez naar het podium. P5. Ja, een prima wedstrijd. Misschien was het toch slim geweest om de wedstrijd hierop uit te rijden. Want Perez heeft volgens mij geen pitstop meer gemaakt. Dus we hadden gewoon een podium in handen. Terwijl Charles Leclerc een 1-7-6 laat noteren. Maar goed. Better be safe than sorry is het gezegde. Oftewel. Ja, gewoon voor de zekerheid doen. In plaats van achteraf spijt te krijgen. We finishen op P5. Een prima race hier in Oostenrijk. Mooie inhaalacties. En dan gaan we ons opmaken voor de Grote Prijs van Engeland.
victory for the team from Milton Keynes then, after a quality performance. So Anthony, what made the difference out there today? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection, a shining example of how F1 really is a team sport. The drivers are en route to the podium as we speak. What a fantastic win for the Red Bull team. They performed exceptionally today, keeping us firmly on the edge of our seats throughout the entirety of the race. Congratulations to everyone of the team. Nou, hierbij dan dus de podiumpaas. Ik doe er eigenlijk helemaal niks meer mee, maar het is gewoon leuk om dat erin te zetten. Level 6 is het. We ontvangen niks. Boeien. De uitslag. Max wint de wedstrijd. Charles Leclerc naar P2 pakt ook een snel regelpunt. Sergio Perez naar P3. En dan stellen we dus naar P5. Prima resultaat. En Valtteri Bottas krijgt Driver of the Day. Ja, goed gedaan vind ik. Hij kwam goed door het veld, had geprofiteerd van de pitstops en misschien van de chaos. Wel een touché met mij gehad en met Lewis Hamilton natuurlijk, want hij was er ook bij betrokken, de Brit. Ja, dan gaan we ons dan opmaken voor de grote prijs van Engeland. Maar eerst het interview met Claire en hier staat ze voor onze neus. Can anything or anyone stop you? Nou, de concurrentie ligt gewoon op de loer, maar met het team achter mij denk ik gewoon van niet. Nee, zeker niet. We moeten er hard voor knokken, maar ja, dat mag ook. Ik had gewoon moeite met sector 2. Rivaliteit breakdown met mezelf en Kimi Raikkonen. 11 tegen 5. Met nog 5 wedstrijden te gaan. Dat betekent dat Kimi dus voor de rest van het seizoen nu onze rivaal wordt. Team Acclaim level 7 dus mijzelf. Level 6 Louis Deletras. En level 10 het team. Goed om te zien. De cash van de sponsors. $360,000 erbij geschreven. $90,500 erbij geschreven. Helaas wat schade opgelopen. In totaal $1,67 miljoen binnengeharkt. Goed om te zien. Nou, helaas hebben een aantal updates gefaald, zie ik. Dat is wel jammer. Dus we moeten eigenlijk opnieuw gaan investeren. De planning zie je hier ook. We moeten wat gaan, eigenlijk gaan kijken wat de beste planning is. Wat we kunnen gaan doen. En ik hou het hier gewoon lekker bij. Eentje van het chassis en eentje van de aerodynamica, helaas. Dus daar moeten we opnieuw gaan investeren. Er komen nog 2 andere updates, maar die komen pas later in het seizoen. $20,000 erbij, mooi. Invitational event. We hebben een enorm probleem met de productie. Geen reproductie, maar de productie. Ja, helaas is dat zo. Maar we kunnen er niks aan doen. Invitational event hebben we gehad. Nou, dit was het review, mensen. Ik hoop jullie genoten hebben. Heb jij genoten? Smash dan vooral op die like-button. Abonneer op mijn kanaal als je nieuw bent. Voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode video's, schakel ook een lekker belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Volg me even op social media, mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ga verder in Engeland.